Yo kijkers van Helivaar en leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Het is nu donderdag. Ik weet niet of deze creator nog steeds is. Want 31 oktober, dat was afgelopen dinsdag, was Halloween. En daar hoort deze creator bij. Ik neem het al op zondag op, dus ik weet echt niet of dat hij er nu nog is. Ik weet wel dat wij op 46 keys moeten eindigen. Eén probleem, hij werkt het hier niet bij, dus... We gaan kijken. En ik heb de timer nu nog steeds bovenin staan, dus hopelijk blijft hij het doen. Dit is goed, dit is meer als één key. Item 3. Wat wordt het? Ik zie een paar reapers, ik zie een paar vampire bats. En we krijgen zombie, is overigens 1.81. Zoals ik het nu zie aan mijn timer, lijkt het erop dat die gewoon boven in beeld moet blijven. Vampire bats zou 3 keys zijn. Dus dat is mooi. Oké, het is voor mij wel duidelijk, de timer moet gewoon in beeld blijven zo te zien en dan doet hij het. Hoop ik. Een scary pumpkin is nog steeds winst. En winst is nu gewoon belangrijk. Ja, painted. Oeh, we gaan zo even kijken hoeveel die waard is. We doen er nog een paar. We zitten nu bijna op 2 minuten, dus... Oeh, die zijn ook painted. Daar komt hij weer. En we openen gewoon door. Totdat ik ongeveer denk van... Ja. Nu heb ik ongeveer 45 gehad. Ik heb er nu nog niet eens 10 gehad. Denk ik. Ja, misschien iets meer. Ik doe er ongeveer 4 in een minuut. We zitten nu op 2,5 minuut dus. Dan zou dit nummer 11 worden. Maar hij werkt hem niet bij en dat is jammer. Dit is ook winst. Als we alleen maar dit soort items krijgen, hebben we sowieso winst. Ik weet het niet. We hebben sowieso winst hoor dus. Tot nu toe. En we kunnen nu ook wel een paar rare items krijgen. Het zijn dus deze. Dan hebben we nog steeds wel winst, maar als het er te veel worden, dan hebben we toch wel een probleem. Je ziet hier eigenlijk best weinig Halloween items voorbij komen. Maar ik maak hier eigenlijk altijd winst op, behalve dan in de vorige video. Hebben jullie niet gezien, doet het dan snel. Daarbij 8 keys ongeveer verlies gemaakt dus. Maar hier weet ik het voorlopig nog. We begonnen met 91 keys. Ik hoop er 100 te hebben aan het eind van deze video. Dus dan weten jullie gelijk even het doel wat ik wil halen. Dan hoeven we er maar 9 winst te maken, dus. En ik weet niet hoeveel die rode banden die we net hebben gehad waard zijn. Ik hoop dat die toch wel aardig wat waard zijn. Uiteraard is Titanium White de beste, die is gewoon sowieso het meest waard. Ongeacht item wat je hebt, die is gewoon het meest waard. Black is ook wel wat waard hoor. En gray. En dan krijg je allemaal kleuren die weinig waard zijn. Sowieso is het verschil tussen de items al heel groot. Nou, ik mag niet klagen met wat we krijgen. Deze is dan weer wat minder, maar... Voor de rest gaat het wel goed.
Dan kijk daar, want je moet gewoon bovenin het beeld blijven staan en dan komt het goed. Ik weet niet of jullie dat zien. Ik wel. Maar ik denk jullie niet. En we hebben natuurlijk nog de chat. Oh, zomba's. Wij krijgen alleen maar zombies uit deze kreet, dus. Maar het gaat tot nu toe goed. Iedere video 45 crates openen. Heb ik nog nooit eerder gedaan trouwens. En als het dus echt in Rocket League zou zijn, dan zouden we nu best wel wat winst maken. En als je dan 45 keys uitgeeft, geef je dus 45 euro uit. En dan krijg je waarschijnlijk veel meer rare items. Deze dus, of deze, of deze. Of die daarboven. Dus dan maak je gewoon veel meer verlies. Maar ja, dit is gewoon voor de lol. Het is een simulator, kost niks en je verdient er ook niks mee. Reaper. Ik dacht dus, het is misschien wel een leuk idee. Je kan wel net als iedereen FIFA packs openen. Heb ik trouwens ook gedaan vorig jaar. Met Futhead. Kan ik ook wel weer eens een keer gaan doen. Maar ik dacht dit is misschien wat leuker. 45 keys in één aflevering. Die zijn painted. Krijgen we helaas niet. Maar ja. Het meeste wat we nu krijgen is winst. Dus. Reaper zou mooi zijn. Ik weet echt niet op hoeveel crates we nu zitten. Ik weet het niet. Nou, we krijgen toch wel steeds meer rare items. En dat is niet heel goed. Als je 10 rare items hebt, heb je pas 1,7 key dus. Daar heb je inderdaad wel wat zombies voor nodig om die schade te herstellen. Of een paar vampire bats en reapers, dan ben je dus... Oeh, titanium white zijn die denk. Twee vakjes verder en we hadden hem gehad. En dat zou toch wel mooi zijn. Wat krijgen we hieruit? We gaan het zien in de inventory. Zombies, die zijn veel waard. 10 keys zijn de Grimmelkin Crimson's waard. Dus dat is weer voor ons heel goed. We moeten er nog 13, dus we gaan even door. Maar ik heb goede hoop, zeker als we met die Grimmelkin Crimson op 9 keys, of ja, 10 keys terug hebben. Dus. Dit is een slecht begin van de 13. Nummertje 2. Laden duurt wat langer. Maar daar komt ie. Wat krijgen we uit de crate? We gaan het zien. Oh, dit gaan we nu nog op het laatst verlies maken. Het lijkt erop van wel. Nummertje 3. Nog 10 te gaan hierna. Wat krijgen we eruit? We gaan het zien. We gaan het zien. Daar komt ie. Kremlkin. Oké. Is ook meer als een key waard. Maar niet genoeg om de schade van de vorige twee te herstellen. Nummertje 4. Ik wil echt weten of we winst gaan maken deze video. Ik heb er een goed gevoel bij. Ik had liever de vampire bats gehad. Hadden we in ieder geval weer één rare item terugverdiend. Zo, die Grimmelkins krijgen we nu vaak. Het is niet veel winst, maar... Het is iets. Het is winst. Een painted item zou ook wel weer leuk zijn om te krijgen. Dit is wat minder leuk om te krijgen. Dat was nummer 6 volgens mij toch.
En ik wil ook de volgende rank halen. Even kijken, op hoeveel zitten we nou eigenlijk? 39. Oké, kom op. We gaan ervoor. Hierna nog 5 crates. En dan gaan we het zien. Dit is alvast weer een goed begin. Wat krijgen we in deze bijna laatste crate? Geen winst. Nog 4. Daar komt hij. Ja, dat is even een goeie om het te hebben. Werkt die hem nou wel of niet bij? Ik denk het wel. Dit is geen goed teken overigens. Ja, hij werkt hem bij. Hierna nog eentje. Dit is dus de ene laatste kreet. Wat krijgen we eruit? Dat is een goed item. Niet heel veel waard, maar toch iets. En dan gaat hij. Wat krijgen we eruit? Ik denk dat mijn beste item de Grimalkin Crimson blijft. Ja. Hebben wij meer als 45 iets? Ja, 62. Dat betekent dus dat wij 17 keys winst hebben gemaakt in deze video. En misschien kunnen we daar nog meer van maken. We verkopen alle items met een waarde van meer als 1 key. En dan kunnen we de rest trade-uppen. Hier. 17 keys winst. Dat is. Zou in de echte Rocket League dus gewoon 17 euro. Aan waarde zijn. Wat je gewoon. Dan even aan winst hebt. Maar we moeten wel bij zeggen. In de vorige video hebben we 8 keys verlies gemaakt. Dus, even voor duidelijkheid, we hebben nu dus in totaal 9 keys winst. Als we die van de vorige video eraf halen. Even bijwerken. 106 keys zitten we op. We hebben 2,72 inventory value. Ik denk persoonlijk dat het nu iets minder wordt. En ik weet niet hoeveel die waard is. Volgens mij niet heel veel. Waar hebben we nog één van? Van deze. Oh, ik had wel 5 afterlives. Foutje. Oh, die is winst. Go, go, go. Die is ook 1 key. 2,72 wordt 4 ongeveer, denk ik. Klopt dat? Hij is aan het laden. Nee, 2,71. Dat komt dan omdat de Roadhog Snakeskin niks waard is. Hij kan tier 1. 1,44. En die is 0,10. We hebben 17 keys winst gemaakt in deze video. We zijn weer bijna een kwartier bezig. Ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk zie ik jullie volgende week maandag weer bij een nieuwe. We gaan er dan misschien 50 openen. Dus tot dan en later.